Hallo allemaal en welkom bij weer een aflevering van de Biotuin. In deze aflevering wil ik het hebben over een heel belangrijk onderdeel van de tuin. En dat is niet de plant, niet de lucht, niet het zonlicht, niet water zelfs, al heeft het wel mee te maken. Het is een bodembedekker en wel het mulchen met houtsnippers. Ik gebruik inmiddels al jarenlang houtsnippers in de tuin. Het is zeer bekend in organisch tuinieren, biologisch tuinieren, biodynamisch tuinieren. Maar er zit nogal wat ins en outs aan. Net zoals de natuur, net zoals het leven zelf, is het nooit helemaal zwart-wit. Het is altijd een grijs middengebied ergens. Dus dat wil ik jullie uitleggen. De ins en outs, de details en de voor- en tegens van houtsnippers. Vooral ten opzichte van andere mulchsoorten. Want mulchen, hè, het bedekken van je bodem, daar hebben we het eigenlijk over. En veel doen dat met houtsnippers, maar ook wordt het gedaan gewoon door blad, dus groen eigenlijk, op je bodem te leggen. Of een andere is het bedekken van de bodem met folie. En ik ga eigenlijk voor degene die bijvoorbeeld denken van hoe moet ik dat aanpakken? Hoe moet ik mulchen? Is houtsnippers een goed idee? Om daar antwoorden op te geven. Dus hier zijn de 4 nadelen, maar de 8 voordelen van het mulchen met houtsnippers. Ja, zoals jullie misschien wel weten en hebben gezien in mijn vorige video's, gebruik ik heel veel houtsnippers. Elk jaar laat ik minimaal 2-3 kuub aanrukken. En bij het aanleggen van mijn tuin heb ik wel 6-10 kuub houtsnippers gebruikt. Nou, waar heb ik dat nou voor gebruikt? Eén daarvan is, wat jullie hier achter me zien, dat is mijn lopenpaden. Ik heb van die houten kweekbedden. En daartussen heb ik vaste lopenpaden gemaakt. Die lopenpaden zijn volledig bedekt met een laag van 10, 15 centimeter houtsnippers. Aangeschaft of gekregen van een alleraardigste hovenier waar ik woon. En die heeft mij deze houtsnippers bezorgd voor een vriendenprijs. Vaak gaan houtsnippers tegenwoordig, want ze hebben waarde. Het is niet zomaar een waardeloos product, het is een natuurproduct. Het komt natuurlijk van versnipperde takken en bomen. Vaak gaat het naar de biomassa, dus worden ze gewoon verbrand. En ik die het gebruik in mijn tuin, krijg er toch weer een natuurlijk doel. Ik zit hier ook bij pompoenen. Hier achter mij zien jullie de pompoen. Die heb ik uitgeplant vorige maand, toen was hij zo hoog. Inmiddels zien jullie hem prachtig omhoog klimmen op een hekwerk. En daar heb ik ook, zoals jullie zien, houtsnippers bij gedaan. Pompoen is een eenjarige en daar begin ik mee. Even voordat ik de voors en de tegens ga bespreken. Er is een groot verschil in meerjarige vaste planten en eenjarige planten. Eigenlijk kun je stellen dat bij meerjarige planten, en dan heb ik het over fruitstruiken, kruiden die winterhard zijn, die gewoon op die plaats blijven staan. En bijvoorbeeld helemaal fruitbomen, die kun je eigenlijk gewoon zonder erover na te denken mulchen. Die blijven staan. Het is goed om die te bedekken en daar zitten niet de voors en de tegens in die wel bij eenjarige het geval zijn. Dus vooraf. Meerjarige en eenjarige planten vereisen nogal een ander mulchbeleid. En je kunt zeggen dat meerjarige planten eigenlijk heel makkelijk zonder omkijken te mulchen zijn. En nu gaan we het over de eenjarige hebben. We beginnen met de nadelen. De 4 nadelen die ik weet van met houtsnippers mulchen. Want het is niet alleen maar positief. Afhankelijk van hoe je het gebruikt en hoe je het doet. Zitten er ook wat nadelen aan. Ik heb het dus niet over het aanleggen van deze houtsnipperpaden. Maar ik heb het dus over het bedekken bij de wortels van je planten. De bodem waarin je planten groeien, bedekken met deze houtsnippers. En nadeel nummer 1 van deze houtsnippers is, je moet ze kopen en rijden. Ik bedoel, ze komen niet vanzelf aanwaaien. Of je moet toevallig in een bos wonen waar een houthakker deze houtsnippers ongeveer naast je tuin neerlegt. Maar nee, ze hebben een bepaalde waarde zoals ik in het begin zei. Je zult dus de houtsnippers of van je gemeente of van een hovenier moeten aanschaffen. Elk jaar ben je dus, afhankelijk van de prijs die je ervoor krijgt, 20 tot 50 euro kwijt om deze houtsnippers aan te schaffen. Dus nadeel nummer 1, je moet ze kopen. Het tweede nadeel van houtsnippers als mulchlagen rondom je planten is het volgende. Bij eenjarigen is het zo dat je nogal eens de planten eruit haalt, nieuwe planten moet zaaien afhankelijk van de teeltduur van je planten. Bijvoorbeeld deze pompoen, die doet het nog wel aardig lang. Die plant je uit zo rond mei en die oogst je ergens in augustus, september vaak. En dan is het klaar, dus het zijn een maand of 4, 5 maximaal dat je de pompoenen in je tuin hebt staan.
En dan aan het einde van het seizoen haal je ze eruit. Want ze kunnen niet de winter over. Zoals ik in het begin zei, meerjarige planten, die blijven op hun plek. Die ben je niet aan het bewerken. Die verplaats je normaaliter niet elk jaar. Dus bij meeste van de meerjarige planten heb je niet het nadeel wat ik nu ga bespreken. Bij eenjarige planten komen ze in de grond. Kijk, als ik hier deze eruit haal, dan komt het hele wortelgestel mee. En dan kunnen de houtsnippers in de grond komen. En waarom is dat nou een nadeel? Nou, met name bijvoorbeeld voor knolgewassen. Als die houtsnippers in de grond zitten, zijn dat eigenlijk grove, harde stukken waar wortels niet makkelijk tussendoor wortelen. Als je dan bijvoorbeeld wortels wil planten op een bedje of in de bodem waar heel veel houtsnippers zitten, dan raken die penwortels, raken de houtsnippers. En ik heb gemerkt dat die knolgewassen met name dan scheef gaan groeien en niet een mooie rechte wortel vormen. Dus nadeel nummer 1, ze komen in de grond en dat kan met name knolgewassen, maar ook andere sterk wortelende gewassen wat tegenhouden. Het derde nadeel van mulchen met houtsnippers is, ze trekken mollen aan. Met name in vergelijking met bijvoorbeeld helemaal niet mulchen. Net zoals mulchen met blad of andere vezels of ander organisch materiaal, wat je maar kan bedenken, is dat een goed huis en een goede huisvesting voor wormen. En wormen trekken op hun beurt weer mollen aan. Dus net zoals bijvoorbeeld als je gewoon het blad op de grond doet en als je houtsnippers met houtsnippers mulcht, is dat een goed huis voor wormen. Dus je zult zien dat als je heel veel mulcht, dat daar ook mollen op afkomen. Het is niet voor niks een hele goede grond voor wormen. Dit nadeel is dus eigenlijk ook een voordeel. Het is een voordeel dat je wormen cultiveert, dat wormen een plek vinden in je tuin. Maar het nadeel daarvan is dat je ziet dat er heel veel mollen op afkomen. Mollen maken gangen en zorgen er, zoals jullie misschien inmiddels wel bekend bij mij voor, dat mijn planten niet goed wortelen. Het is helemaal ondergraven en mollen is eigenlijk iets wat ook weer een voor- en een nadeel is, zoals heel veel dingen. Maar mollen zijn in mijn geval, vooral als het er zoveel zijn en ik vertrouw op een goede worteling van mijn planten, meer een nadeel. Dus dit is het nadeel van houtsnippers. Je zult zien dat je mollen krijgt. Mijn buurman achter bijvoorbeeld, die mulcht helemaal met niks. Die heeft een kale grond en onder zoveel centimeter staat een plant. En jaar op jaar zie je dat hij eigenlijk helemaal geen molshopen in zijn tuin heeft. En ik wel. Dus dit is een voor- en een nadeel. Je houtsnippers trekken mollen aan. Dan het vierde en laatste nadeel van mulchen met houtsnippers. Betrekt een beetje op nummer 2. Op het moment dat ze in de grond komen door de grondbewerking die je uitvoert, door het planten van nieuwe planten, omdat je in de bodem bezig bent, komen die houtsnippers erin. En wat is daar nou het nadeel aan? Behalve dan dat ze harde stukken zijn waar wortels niet goed in kunnen wortelen, letterlijk, is dat ze stikstof consumeren. Kijk, houtsnippers, dat is niet voor niks hout. Hout is met name koolstof, C. Een C'tje, onthoud dat, want het gaat erbij om de CN-ratio. Bacteriën en schimmels die hebben om te eten, om die houtsnippers langzaam af te breken, want dat is wat er gaat gebeuren, onder invloed van micro-organismen worden de houtsnippers langzaam afgebroken. Wormen doen vaak de eerste afbraak en vervolgens gaan micro-organismen, bacteriën en schimmels die houtsnippers verder afbreken. Maar daarvoor hebben ze een bepaalde verhouding koolstof en stikstof nodig. Voor elke koolstof, dus voor elk deeltje hout wat ze eten, hebben ze wel 30 deeltjes stikstof nodig. En dat is de welbekende CN-ratio. C voor koolstof, N voor stikstof. Dus voor elk één deel hout hebben ze 30 deeltjes stikstof nodig. En waar halen ze die stikstof vandaan? Op het moment dat ze in de grond komen, rond je plant zitten, gaan bacteriën daarmee aan de slag, die willen het afbreken, maar die hebben wel voldoende stikstof nodig. Dus die gaan alle stikstof die in de omgeving van die houtsnipper liggen, gaan ze opeten. En dus is het zo dat houtsnippers, omdat ze zo rijk aan koolstof zijn, stikstof onttrekken aan je grond. Als er heel veel in zitten, gaan die bacteriën aan de slag en kunnen dus de grond verarmen qua stikstof dan. Kijk. Er is een discussie over hoe ver dat reikt. Als je één houtsnipper in de grond stopt, hoe ver reikt dan het bereik van die bacteriën om die stikstof op te eten, om die houtsnipper langzaam af te breken? Daar is nog een discussie over.
Ik heb telers gehoord die zeggen dat het nogal ver gaat. Dat dat tientallen of tien of zelfs meer centimeters bereik heeft. Dus dat er in een omtrek van 10 centimeter rond die houtsnipper stikstof wordt opgegeten. Ik zelf denk daar een beetje anders over. Ik denk dat het bereik van die bacteriën rond die houtsnipper misschien enkele centimeters is. Je zou eens een keer een test kunnen uitvoeren. Zet twee planten neer, bijvoorbeeld stikstofbehoeftige gewassen. En doe bij de ene heel veel houtsnippers inwerken in de bodem en bij de andere niet. Doe dat misschien zelfs 2 tot 3 jaar en zie het verloop. Zie je bij die plant, zie je hem minder hard groeien waar je die houtsnippers in hebt gewerkt. Dat is een teken, kan een teken zijn dat er stikstoftekorten gaan ontstaan omdat er zoveel houtsnippers in die grond zitten. Overigens, dit kun je natuurlijk ook weer aanvullen door stikstof, groen, blad erbij toe te voegen of een stikstofrijke meststof aan te voeren. Op die manier hebben de bacteriën voldoende eten, voldoende stikstof om al die koolstof af te breken. Dus je kunt er ook rekening mee houden. Ja, om mooi verder te gaan op het vorige punt, stikstof, ben ik hierachter even gezitten met een mooi groen waar natuurlijk heel veel stikstof voor benodigd is. Maar we gaan door met de voordelen van mulchen. Hierbij voordeel nummer 1. Het eerste voordeel van de mulchslaag, en dat geldt dan voor alle mulchsoorten, of je nou een folie gebruikt, of een vezel, of stro, of houtsnippers, is een hele belangrijke en dat is ze onderdrukken onkruid. Kijk, onkruid wat aankomt waaien, zaden die in de grond zitten, die kiemen onder invloed van zonlicht, van water. Het feit dat ze daar zitten, zul je zien dat ze kiemen. Zelfs als jij een kaal stuk grond hebt, als je dat een paar jaar laat liggen, dan komen er allerlei dingen aanwaaien. En dat is onkruidzaad en dat kiemt heel erg makkelijk. Als je een mulchslaag van maar 2, 3 centimeter dik minimaal hebt liggen, dan zul je zien dat het onkruid veel minder makkelijk kiemt. Er zijn eigenlijk 2 aantekeningen daarbij. Is onkruid wat via de wortel komt, en dan kan je bijvoorbeeld munt, is dat een onkruid? Nee, dat is misschien een gewenste plant. Maar het is wel een plant die via je wortels zich vermeerdert. Dus heermoes bijvoorbeeld zijn ook planten die van diep uit wortelen. En die komen toch wel door je houtsnipperlaag heen, want het is niet onkruid wat daar moet kiemen. Een tweede aantekening daarbij is, ook planten die je wel wilt, die kiemen en opkomen, die zullen dat ook veel minder makkelijk doen. Hierachter zie je bijvoorbeeld, ik zal hem hier wat beter doen. Dit is een prachtige rode melde. Ook die zaait zich makkelijk uit. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld rucola. Ja, als jij een mulchlaag neerlegt, dan zorg je ervoor ook voor dat deze misschien gewenste planten ook minder makkelijk kiemen. Dus ook weer een grijs gebied, maar ik zie het als een voordeel, omdat onkruid vaak sterker is dan de gewenste planten. Voordeel nummer 1, mulch onderdrukt onkruid. Voordeel nummer 2 van een mulchslaag, een houtsnipper mulchslaag, is bladeren van planten raken de grond niet. En je denkt, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, als bladeren de grond raken, vooral gewassen die daar gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld pompoen, komkommer, courgette, maar ook tomaat, peper in mindere mate, hebben soms last van bacteriële aandoeningen en die bevinden zich vaak op de grond. Tuurlijk, ze kunnen aankomen waaien, met name schimmels, die kunnen sporen op je blad brengen. Dat voorkom je niet. Maar bijvoorbeeld die tomaat die je hier ziet staan, die zit niet graag met zijn wortels op de grond. Nou, als je geen mulchslaag hebt, dan kunnen die bladeren gaan hangen bijvoorbeeld en die kunnen je grond raken. Daarom wordt bij tomaat ook altijd aangeraden knip de onderste bladeren af om dat te voorkomen. Nou, met een mulchslaag rusten die bladeren op de houtsnippers. En daar zijn veel minder sporen en bacteriën, met name de slechte bacteriën, aanwezig. Dus houtsnippers die zorgen ervoor dat je bladeren de grond niet raken en daardoor zijn ze minder vatbaar voor aandoeningen. Het derde voordeel van een houtsnipper mulchslaag, maar dat is ook min of meer, net als de vorige, geldt het voor alle mulchslagen, niet specifiek voor houtsnippers, maar ook voor folie en ook voor stro en ook voor bladgroen, is de slechte plagen, bijvoorbeeld uienvlieg, wortelvlieg, krijgt minder toegang tot de grond. Uienvliegen die komen aanwaaien en die vliegen die gaan de grond in, die leggen daar hun eitjes en die larven komen uit. En die beesten, die plagen eigenlijk, die vertrouwen erop dat jouw grond makkelijk bereikbaar zijn, dat jouw wortels makkelijk te bereiken zijn. Nou, hoe maak je ze dat moeilijker? Hoe ontzeg je ze gewoon die toegang? Namelijk door te mulchen. En dan maakt het niet uit of je folie gebruikt of een andere mulchslaag, als je het ze maar moeilijk maakt. Maar een bladgroen en folie en houtsnippers zijn wel heel goed daarin. Ze zorgen er echt voor dat die beesten A, de wortels niet goed ruiken, maar B, echt moeilijk toegang hebben. Ze komen bijna niet in die grond.
En ik heb het gemerkt. Ik zelf heb dit jaar een tegenslag gehad. Want mijn uien zijn eigenlijk vrijwel allemaal aangetast door de uienvlieg. Je ziet dan dat het loof gaat hangen, verkronkeld wordt. Je ziet rare vergelingen. Je ziet eigenlijk al dat het bij de groeipunt van het blad opensplitst. En dan weet je het al, het is te laat. De uienvlieg heeft toegang gehad tot mijn uien, tot de bol, tot de wortel. Dat had ik kunnen voorkomen met een multslaag. Op het moment dat ik die plantuitjes had uitgeplant, had ik direct kunnen multsen. Maar beter nog, even wachten tot je de bladeren boven ziet komen. Dan weet je precies waar je houtsnippers kan neerleggen. Dus die wortel die ik ertussen heb gezaaid, heeft niet voldoende afkeer en afweer gehad tegen die uienvlieg. Het vierde voordeel van een laag mulch als houtsnippers is het houdt verdamping tegen. En dit punt is, denk ik, voor tuinders een van de belangrijkste. Net als bijvoorbeeld dat ze onkruid tegenhouden, is dat de bodem minder snel het water verdampt. Kijk, het is organisch materiaal. Houtsnippers hebben zelf ook wat watervasthoudend vermogen. Maar met name zorgen ze ervoor dat als op een hete dag die zoninstraling heel groot is, dan kan die grond minder makkelijk het water loslaten, minder makkelijk het water verdampen. Je ziet echt dat als jij een houtsnipper mulchlaag hebt en het regent en je kijkt en vervolgens wordt het warm en je kijkt een paar dagen later, is de grond die niet gemulcht is veel sneller uitgedroogd dan de grond die wel gemulcht is. Je hebt dus veel meer water vasthoudend vermogen van je grond. Je planten kunnen het veel langer zonder water doen. Het is natuurlijk ook eigenlijk een natuurlijk principe. Organisch materiaal van bomen, van struiken, van blad valt af en bedekt vaak de bodem waar geen planten groeien. Dus dit natuurlijke principe kun je ook in je eigen tuin uitvoeren door gewoon een mulchlaag naast of om je planten heen te leggen. Zodat je eigenlijk veel meer baat hebt bij het water wat valt. Inmiddels is het zo dat we weer een watertekort hebben in Nederland. Dus het is een groot goed om veel water vast te houden. Dus het vierde grote voordeel van een mulchlaag is het hout. Zorg ervoor dat je grond veel beter water vasthoudt. Het vijfde voordeel van een laag mulch als houtsnippers is dat de grond veel minder makkelijk uitspoelt en inklinkt. Dat heeft ook weer met het water te maken en dan met name in de winter en in de herfst en ook weer in de lente. Als jij niet mulcht en er is hevige regenval, dat zorgt ervoor dat de elementen, de voeding uit je bodem veel makkelijker en veel sneller uitspoelt. Ook die regenval, gewoon puur de fysieke druk daarvan, zorgt ervoor dat je bodem inklikt, compact wordt, waardoor je een dichtere bodem hebt, wat je niet wil hebben. Je ziet het misschien niet zo snel als het bodem is bedekt onder een mulchlaag, maar echt, het is een heel groot voordeel, vooral in de winter. Als je niks teelt gedurende de winter, zorg dan in ieder geval dat je bodem afgedekt is, zodat je die voeding die in je bodem aanwezig is, behouden blijft. Je bodem gewoon minder makkelijk inklinkt, want die mulchlaag die houdt de regenval tegen. Die buffert hem, die dempt hem en je bodem heeft er heel veel profijt van. Dus het vijfde voordeel van een mulchlaag is de bodem klinkt minder snel in en je behoudt sneller de voedingsstoffen. Het zesde voordeel van een mulchlaag als houtsnippers, en dat is wel uniek ten aanzien van de houtsnippers, eigenlijk veel meer dan folie, want folie doet het zelfs helemaal niet. En sowieso veel meer dan het mulchen met bladgroen is, houtsnippermulch cultiveert schimmels. Je wilt zoveel mogelijk goede schimmels in je bodem hebben. En houtsnippers zijn ideaal om een rijk schimmelleven te krijgen. Veel schimmels die gaan aan de gang met de afbraak van je houtsnippers. Natuurlijk, wormen doen dat, bacteriën doen dat ook. Maar je hebt bepaalde houtrotschimmels en het woord zegt het al. Ze zorgen ervoor dat hout gaat rotten. Kijk maar in de bodem en kijk maar in je eigen mulchpad. Ik zal kijken of ik hier nog wat kan krijgen. Ja, uiteraard zou ik bijna zeggen. Kijk, ik mulch al jaren met de houtsnippers. En zie je dat die houtsnippers eigenlijk opgegeten worden door de schimmels, door de houtrotschimmels. En dat is gewoon een hele mooie schimmeldominante omgeving voor je bodem. Dus hout waar je bijvoorbeeld niet mulcht, daar heb je die schimmelontwikkeling niet. Dus houtsnippers zorgen ervoor dat je bodem rijk wordt aan schimmels. En waar een bodem rijk is aan schimmels, houden ze de slechte schimmels en de pathogenen buiten. Ze vreten het letterlijk op. Dus houtsnippermulch cultiveert schimmels in je bodem. Voordeel nummer 7 van houtsnippermulch is eigenlijk een vervolg op het nadeel van de vorige. En dat is, ze trekken wormen aan. Als je niet mulcht, dan weet je zeker dat wormen in ieder geval niet bovenaan in de grond gaan zitten en weinig te eten hebben.
Ze hebben eigenlijk alleen maar het organisch materiaal wat zich in de bodem is. Nou, als je dat niet aanvoert en als je niet mulcht en nooit bladval hebt, dan heb je kans dat het op een gegeven moment gewoon op is. Nou, met een mulchlaag als groen, bladgroen, maar ook met name houtsnippers, zorg je ervoor dat je wormen cultiveert. Wormen doen heel veel goeds voor je bodem. Ze maken gangetjes waardoor je bodem beter draineert. Ze scheiden wormenpoep uit, ook wel vermicompost in productvorm geheten. En dat is ook heel goed voor je bodem. Allerlei enzymen en bacteriën die uit eigenlijk het darmgestel van die wormen komen, die krijg je dan gratis in je bodem. Dus als jij mulcht, kijk, wortels die scheiden suikers uit, dus die voeden bodemleven. Dat is hartstikke goed. Maar je hebt ook organisch materiaal toevoer nodig om het te voeden, om het systeem, om de motor draaiende te houden. En een mulchlaag, een organische mulchlaag, zorgt ervoor dat je wormen cultiveert. Stro doet het in beperkte mate. Dat is helemaal uitgedroogd en het is eigenlijk alleen nog maar pure droge koolstof. Houtsnippers bevatten meer, die bevatten ook bepaalde zuren en die bevatten bepaald water. En dat is heel goed voor wormen. Zoals ik al zei, als je onder die houtsnipperlaag gaat kijken, zul je altijd een paar wormen aantreffen. Maar goed, dat even het nadeel, even de kanttekening. Die wormen die trekken ook mollen aan. Dus eigenlijk wil ik het ook noemen als een voordeel. Voordeel nummer 7, houtsnippermulch trekt wormen aan. Voordeel nummer 8 en het laatste voordeel van de houtsnippermulchlaag. Vooral ten opzichte van bijvoorbeeld een groene mulchlaag als blad, is dat het lang achterblijft en het een natuurlijk product is. Kijk, folie is geen natuurlijk product. Dat is eigenlijk plastic, wat als het afbreekt uiteindelijk je grond kan vervuilen. Houtsnippers is een natuurproduct. Dat is een natuur, herkent dat, kan het afbreken en dat schaadt jou, je bodem en je plant niet. Maar en het blijft heel lang achter. Als jij bijvoorbeeld het blad mulcht, je hebt gesnoeid en je legt het blad op de bodem, prima. Wormen breken dat af, bacteriën breken dat af, bepaalde schimmels breken dat af en dan ben je het kwijt. Je kunt het zelfs een voordeel daarvan inzien bij eenjarige planten, zodat je daar weer de teeltwissel hebt en je die houtsnippers niet in je bodem krijgt. Maar houtsnippers vind ik een voordeel omdat ze lang blijven liggen. Uiteraard voor de houtsnipperpaden, daar wil je gewoon jarenlang overheen lopen zonder dat je daar al te veel onkruid en dergelijke bij krijgt. Maar ook als mulchlaag bij planten is het fijn dat je weet dat die houtsnippers in ieder geval een tijd blijven leggen. Minimaal een jaar, waarschijnlijk 2 tot 3 jaar als je er niks mee doet, blijven die houtsnippers daar liggen. Vooral bij meerjarige gewassen een groot voordeel. Maar ook bij eenjarige planten kan het een voordeel zijn dat je houtsnippers in ieder geval lang blijven liggen. Ja, dat waren ze dan de nadelen, maar met name de voordelen van een houtsnipper mulchlaag. Ik bedoel, afhankelijk van de boomsoort die je hebt, is het gewoon een heel mooi natuurproduct. Er zitten, zoals gezegd, heel veel voordelen aan. En ik begin er nu ook bijvoorbeeld spijt van te krijgen dat ik mijn uien niet heb gemulcht, omdat die uienvlieg daarop kwam. Dat triggerde voor mij nog maar eens even het belang van deze mulchlaag. Dus ik heb bijvoorbeeld deze pompoen. Ik merkte dat daar ook al wat aantastingen in het onderste blad op kwamen. Ik heb snel dat onderste blad eraf geknipt en toch een mulchlaag van 20, 30 centimeter rondom de pompoenplanten gelegd. Zodat er betere watervasthoudendheid is en ook geen enkel blad meer de bodem raakt. Het is met name vanwege die uienvlieg, die aantastingen en de uien die ik eruit heb moeten rukken, is het nog maar eens extra duidelijk geworden hoe belangrijk zo'n mulchlaag is. Vandaar dat ik deze video voor jullie ook willen maken, zodat jullie de ins en outs van houtsnippers versus andere foliesoorten en hoe moet je dat nou aanpakken, konden leren. Dus ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Ik ga wat rucola en wat snijbiet eten voor de dagelijkse dosis vitamine. Ik bedank jullie voor het kijken. Alle nieuwe abonnees weer bedankt. Bedankt als je hem liked. En tot de volgende keer heel graag vanuit de biotuin.